Dat is gewoon 60.000 euro. Dat is een mooi bedrag. Het is geen klein lullig prijsje. En daar ben ik dus blij mee. Inderdaad, geen klein prijsje. De uit Vlissingen afkomstige Hans Verhagen nam donderdag in Den Haag de PC Hoofdprijs in ontvangst voor zijn poëzie-oeuvre. En behalve die 60.000 euro ontving hij een oorkonde en een buste van PC Hoofd. De bijeenkomst werd bijgewoond door een groot aantal prominenten, onder wie Freek de Jonge. Ik hoop dat deze dag dus betekent dat de niet aflatende belangstelling van pers en mens, weet je wel, dat die even wat afneemt. Omdat ik zo eigenlijk niet meer in staat ben om iets anders te doen. Het is heel raar, maar er is heel veel belangstelling. Het is een kennelijke prijs die heel erg tot de verbeelding spreekt. En ja, dat is allemaal des te beter, want ik ben er blij mee. Ik vind het goed dat er een jury dat risico, om mij te bekronen, wat het misschien een risico is, durft te lopen. En en gewoon met onomwonden het term spreekt van verbluffend goede gedichten. Dat is waar het om gaat uiteindelijk. In plaats van het dankwoord uit te spreken, las Verhagen enkele nieuwe gedichten voor. En dat helemaal op eigen kracht. Onze handen hebben onze zakken nooit hoeven verlaten. Verder droomde ik dermate dat ik vreesde dat het zou gebeuren, elk moment nu, uit kreukels of in scheuren. De jury prees Verhagen om zijn humor, zijn engagement, zijn poëtische durf en zijn eigenzinnigheid. De dichter zelf is uiteindelijk best ingenomen met alle aandacht. Mij wel goed gedaan. De vrouw heeft het belangstelling voor mijn poëzie. Ik ben niet verder en niet zo'n ontzettende feest, zo'n feestvarken, weet je wel, die altijd chill en wat ik dus mensen zeggen dan geniet er maar van, maar ja, dat heb ik net gedaan. En genieten, dat doe ik als die licht schrijven. Want als het lukt, dan is dat een zeer voortvarend gevoel waar ik erg van hou. En dus dat is een vorm van genieten. En de buste van PC Hoofd, die ging gewoon in de tas mee naar huis.